Frank van Hekken gaat dan toch zichzelf niet opvolgen als voorzitter van Vlaams Belang. Het is tijd voor vernieuwing, zegt hij zelf. Het is in die zin dat ik na lang beraad beslist heb om bij de komende bestuursvernieuwingen inderdaad geen kandidaat meer te zijn voor het voorzitterschap van onze partij, een functie die ik gedurende 12 jaar lang onafgebroken heb mogen bekleden. Dat is voor mij menselijk een zeer ingrijpende beslissing, omdat het Vlaams Belang eigenlijk mijn hele leven is. Nochtans leek het er lang op dat Frank van Hekken wel wou aanblijven. Waarom haakt u af als voorzitter? Wel, ik haak niet af. Ik denk dat wanneer men na 12 jaar voorzitterschap alleen zichzelf bekwaam genoeg acht om aan het hoofd van de partij te staan, dan is men ofwel een psychopaat ofwel heeft men die opvolging niet goed voorbereid. Voor die opvolger wordt vooral de naam genoemd van Bruno Valkeniers, een zakenman uit de Antwerpse haven die 30 jaar geleden al lid was van het Vlaams Blok. Bent u nu kandidaat voorzitter? Ik ga dat vandaag nog niet bevestigen. Ik ga nog een paar dagen nadenken en in de komende dagen mijn beslissing bekendmaken. Maar ik besef ten volle dat dit geen weken meer kan duren. Philippe de Winter is zelf geen kandidaat voorzitter. Nee, ik ben de snelle spits die doelpunten moet scoren, niet de spelverdeler. Dat zou dan wel Bruno Valkeniers kunnen worden. Bruno als voorzitter zou een zeer goede keuze zijn. Hij is een goed spelverdeler, een volbloed Vlaams nationalist. En als voorzitter zal ik hem volmondig steunen. Maar Valkeniers is wel jarenlang werkgever geweest. Bent u wel volks genoeg voor de militant van het Vlaams Belang? Ik ben werkgever geweest, inderdaad, maar aan de haven. En een werkgever aan de haven is een volks iemand. Ik ben geen liberaal, vergis u niet. Ik ben geen liberaal, ik ben geen libertair. Ik ben een rechtse Vlaams nationalist. De komende dagen moet de duidelijkheid brengen of hij Frank van Hekken opvolgt.